je in de vreemde zet en je leest in een krant van die mooie oude stad in het verre Nederland. Dan kruipt er iets bij je omhoog, dan duurt het je overal pijn. Dan denk je dikwijls bij jezelf, wat zou ik er graag zien? Welkom bij Kruipen in de Regio. Ook vandaag gaan we weer de streek in om te praten met mensen die iets hebben met de plek waar ze wonen. Vandaag zijn we in Wiegen. Vandaag de gast, een man die enorm kan vertellen over de geschiedenis van Wiegen. Tom van Dille. Tom, van harte welkom. Dank je hier wel. In Kasteel Wiegen. Dank je. Wiegen waar je nu al meer dan 50 jaar vertoeft. Nou, bijna. Bijna 50 jaar vertoeft. Ja. Want je weet veel, hè? Tropenjaren. Ja, tropenjaren. Is dat zo? Je weet veel, hè, Tom, van Wiegen. Toen ik hier kwam in 1977, ben ik hier gekomen, hè, omdat wij gingen verhuizen met mijn gezin. Toen liepen we door het dorp heen en dan zei mijn vrouw, die geboren Wiegense, die zei dan van hoi. En dan zei ik zo van, en wie is dat? En dan zei ze, Westerintje van de Klein. Nou, even later van, nee, die is van Thijssen. Die is van de Klein Thijssen, van Thijs de Klaassen. Nou, ik kon het echt niet bijhouden. Tot op een bepaald moment, toen vroeg ik weer van, en wie is dat erin? En toen zei ze, dat is er eentje van Borsten. Ik zei, van wie? Van Borsten. Van Borsten. Hij heet 10 Borsten. Ik zei, dat is veel. En vanaf dat moment heb ik namen kunnen onthouden. Heerlijk, dat is echt waar. Geweldig, ja. Maar je bent je ook echt gaan interesseren, hè, voor Wiegen vanaf 1970 tot wat er daarna allemaal met het dorp zoal gebeurd is. Ik vind namelijk, als je de geschiedenis niet kent, dan heb je ook geen nu en geen toekomst. Dus je moet met geschiedenis bezig zijn. En daar kun je van leren. Wat zijn nou de bijzondere fasen waar Wiegen doorheen is gegaan? Nou, toen wij hier kwamen, toen had je dus zeg maar het kern van het dorp, hè, dus dat was er, en Wiegen Noord, de Vallen Dries, hè, en Wiegen Noord. Dus dat waren eigenlijk de wijken. Vanaf dat moment is Wiegen is veel meer een ja, stad is een beetje overdreven, maar is stedelijk geworden, laat ik het zo zeggen. Dus voor die tijd, en dat zie je ook weer terug, voor die tijd, iedereen die kende elkaar. Hè? De nieuwere mensen die kwamen, die gingen in de nieuwe wijken in Wiegen wonen, hadden niet zoveel contact met het Wiegense, hè? Want die waren of georiënteerd op Nijmegen of op Den Bosch georiënteerd. Nou, en dat zie je langzamerhand veranderen. Dus zeg maar, vanaf dat moment, hè, en zeker de laatste jaren, is ook het wijkgevoel is veel sterker geworden. En dat heeft de gemeente ook wel voor een gedeelte gestimuleerd, hè, maar dat is er veel meer. Dus dat betekent ook dat je nou in de wijken veel meer gebeurt dan vroeger. Vroeger was het allemaal op de markt hier, hè, was de gebeurtenissen. En dan Wiegen Noord en de Vallen Dries, hè, maar voor de rest was het, nou, en dat is helemaal veranderd. Maar dat heeft zo zijn voor- en zijn nadelen, ja, neem ik aan. Ik denk dat de betrokkenheid dat die ook veel groter is geworden. Hè? Ja. En dat komt ook wel door een aantal evenementen die zeg maar de laatste tientallen jaren georganiseerd worden. Dat scheelt natuurlijk ook veel, dus dat mensen dan blijven hangen in het dorp. Hè? En het is prettiger. Het nadeel, nee, ik denk niet dat het veel nadeel heeft. Wie geeft net een grote, wat inwonersaantal betreft en wat betrokkenheid betreft, die te overzien is. Als ik een voorbeeld mag geven, dat heeft helemaal niks met de Wiegse boeien te maken, maar als ik een voorbeeld mag geven, een jaar of 6 geleden ben ik begonnen met het initiatief voor een hospice te bouwen hier in Wiegen. Mm-hmm. Toen begon net die crisis en iedereen zei van, daar moet je niet aan beginnen, want dat lukt je nooit. Nou, we hebben zeg maar met een aantal mensen, hè, en er kwamen steeds meer mensen erbij, hebben wij dat kunnen realiseren. Hè? En we hebben daar een prachtig gebouw neergezet. We hebben daar zo'n 100 vrijwilligers die daar werkzaam zijn. En dat loopt als een tierenlier. We hebben een bezetting van 85%. Nou, en als je dat kijkt bij andere hospices, dat bestaat niet. En dat heeft te maken dat mensen die betrokkenheid voelen. Dus in die zin vind ik Wiegen is een geweldig dorp, laat ik zo zeggen, dorp. Ja, waar mensen ook echt wel die samenhorigheid zoeken.
en voor elkaar zorgen, zeg maar. En het heerlijke is wel bijvoorbeeld als je in sportgebeuren ziet, hè, dan zie je zeg maar dat dus mensen erg betrokken zijn bij hun club. Uh-huh. Nou, en dan krijg je, in een dorp is dat op zich een beetje raar, behalve in Groesbeek, maar dan heb je bijvoorbeeld hier een club AWC, hè, een voetbalclub. Nou, en je hebt club de Woezik en je hebt club Alverna. Nou, en dat functioneert en dat loopt en dat doet, en dat is geweldig. Ik vind dat geweldig. Onderling een flinke concurrentie. Ja. Maar toch, daar staan ze voor. Ja, geweldig hoor, geweldig. Ja. Maar als je dan kijkt naar Wijchen en je vergelijkt dat, misschien heb je dat niet gedaan hoor, en je vergelijkt dat met een Graven of met een Beuningen, dan heeft het echt zijn eigen geschiedenis die je dan terug ziet komen in het Wijchen van nu? Dat denk ik wel. Ik heb dus in de gemeente Beuningen gewerkt en ik wil gewoond en ik wil daar niks ten nadeel van zeggen, maar Beuningen zal, zeg maar, wat de samenstelling betreft van met de kerkdorp Weurt en zo, Weurt staat toch weer los van Beuningen. En Beuningen, dat zal nooit een dorp worden als Wijchen. Ze hebben geen centrum, het is niet karakteristiek centrum. Als je hier op de markt, dan ben je gewoon in het centrum van Wijchen. En dat zal Beuningen niet krijgen. Graven is weer net te klein. Graven heeft hetzelfde denk als Wijchen, maar die is weer net te klein. Mm-hmm. Dan zijn we vandaag hier in het kasteel. Ja. Wat kan je ons vertellen, een bijzonderheid over dit kasteel? Nou, hier hebben vroeger dus de adellijke mensen gewoond. Hè? Dus Emilia met haar vrijer. Hè? Met haar vrijer? Ja. Niet getrouwd? Ja, ze waren wel getrouwd, maar dat was de familie van Willem de Zwijger. Die waren er echt op tegen. Mm-hmm. En ze zijn dan ook op een bepaald moment zijn ze weggegaan. Maar daarna heeft er een familie gewoond en die waren echt de adellijke familie. Maar toen kon je dus niet, zeg maar, vanuit het dorp kon je het kasteel niet zien. Want er stond een enorme hekwerk stond er omheen. Hè, en daar allemaal bossages en zo. Dus dat was echt afgesloten. Pas na de brand en na de wederopbouw is dat allemaal wat opener gegaan. Is het kasteel helemaal afgebrand? Het kasteel is, als ik goed zeg, in 1906, maar hou me te goede, mm-hmm. is dat afgebrand. Voor mijn tijd is dat afgebrand. En dat is toen weer opgebouwd en dat is zeg maar een jaar of 30 geleden is het door de gemeente aangekocht voor, volgens mij voor 1 gulden, toen in de tijd nog. En toen is het kasteel raadshuis geworden. Mooi. Ja, als Druten nog ooit samen gaat met Wijchen, dus gemeentelijk, dan gaat Druten er wel op vooruit. Ja. Ik kom uit Ruud, hè, maar goed, ik begrijp wat je bedoelt, Tom. Ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Zeg, en Tom, jij gaat hier niet meer weg, hè? Je vrouw komt uit Wijchen. Ja. Dus over 10 jaar komen we elkaar hier weer tegen, hè, Tom? Of niet? Maar nou, toch, hè, voordat je gaat, hè, je bent figurant in Wijchense Boijum. Hoe zit dat nou precies? Dat heeft te maken, zeg maar, met die saamhorigheid. Dan heb je een paar rare mensen en die gaan dan zo'n beeldverhaal, hè? In ons plaatselijk krantje, een strip, gaan ze maken. Rare mensen. Nou, een beetje rare mensen en die zoeken dan, zeg maar, mensen die ze toevallig op straat tegenkomen. Die ook dus, raar zijn of dat niet? Nee, soms dan vergissen ze zich en dan hebben ze een heel serieus iemand. Ja. Maar toen het opgenomen is met mij, toen had ik bijvoorbeeld met de bakker te maken. Nou, ook al zo'n rare man was in de bakker, dus die strip is ook mislukt, moet ik eerlijk zeggen. Dat is nooit wat geworden. Nee, dat is nooit iets geworden. Dus je bent geen vaste figurant, maar je bent ooit figurant geweest in de strip. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen met de kennis die je hebt over Wijchen, dat je ook wel verhalen aan kan reiken voor die strip. Ik denk, ik zou het wel kunnen, maar ik denk dat die, zeg maar, de initiatiefnemers, dat die daar te eigenwijs voor zijn. Oké. Okay. En wie zijn dat precies? We mogen ze wel noemen hoor, bij naam en toedracht. Die ene, die pastoor, die heet, dan moet ik goed nadenken, Jansen. Gijs, pastoor Jansen. Nee, van Dijk heet hij volgens mij. Gijs. Van Dijk. Gijs van Dijk. Ja. En dan heb je die vader van Pedro Willems. Ja. Ja, hij heeft zelf ook een naam hoor. Ben, hè? Ben Willems. Ja. Ja, en dan dus dat zijn die vage gasten. Fotograaf. En een fotograaf. Dat zijn die gasten. Ja. Dus nou ja, goed, Wijchen, je hebt het uitgelegd. Hè? Het is een waar genoeg om hier te zijn. Ja, heerlijk. Om inwoner te zijn. Ja. Ik wil je bedanken voor de tijd die je hebt gemaakt. Ik heb het graag gedaan. Okay, bedankt. Oké, goed. Joep.